cijfermeester Alex Dumas mee de volgende eindtotalen binnen. 93 persoonlijke records zijn er verbeterd gisteren en vandaag samen. 34 keer werd een nationaal landenrecord verbeterd. 11 keer sneuvelde een baanrecord. 9 keer werd er sneller gereden dan ooit op een wereldkampioenschap op die afstand gereden was. 2 wereldrecords junioren sneuvelden en in totaal 7 wereldrecords gingen eraan. Dat van de puntentotalen natuurlijk meegeteld. En dat betekent dat als we alle recordverbeteringen in dit rijtje samentellen, dat we komen op het indrukwekkende totaal van 156 recordverbeteringen. We gaan inmiddels huldigen, natuurlijk. Huldigen voor de 10.000 meter. Die zo'n fantastische laatste afstand van dit wereldkampioenschap was. Door dat schitterende, ongelooflijk scherp gestelde wereldrecord van deze man, Geir Karlstad. 14.03.92. Ongelooflijk. Daar mag de Noorse vlag inderdaad voor ontrold worden. Maar wat te denken van de nummer 2? Leo Visser. Hij was de man die in eerste instantie het wereldrecord brak. Hij is nu de houder van het wereldrecord op de 5 kilometer en dus van het Nederlandse record hier op de 10 kilometer ook. En hij krijgt een medaille omgehangen van hoofdscheidsrechter Jan Garisius. En wat kan deze man tevreden zijn over dit weekend? En de nummer 3, ook een zeer sympathiek deelnemer aan dit wereldkampioenschap, Michael Hatschief. Oostenrijk. Ook hij heeft een schitterende eindtijd gerealiseerd. 14.12.66. Het zal u niet verbazen dat dat dus in dat rijtje van die geweldige recordverbeteringen thuis hoort als zijnde een nieuw Oostenrijks record. Maar dat spreekt bijna vanzelf zo langzamerhand. Beelden die we u natuurlijk niet willen onthouden aan het einde van dit zo verschrikkelijk goed geslaagde wereldkampioenschap. Er waren dissonanten, we hebben ze u ook getoond, want ook zij waren een essentieel bestanddeel van dit wereldkampioenschap.